saaie filmpjes zouden zijn. Dat is een beetje mijn associatie met het begin van de filmperiode. Maar het leuke eraan is dat de filmkunst nog moest worden uitgevonden. Er waren nog geen regels. Het is het begin van de 20e eeuw. Technologische vooruitgangen waren er al natuurlijk vanaf de industriële revolutie. De ellende van die technologische vooruitgang hadden ze nog niet mee te maken. Dat was pas in de Eerste Wereldoorlog. Dus het was een tijd van eigenlijk grenzeloos optimisme. En dat voel je ook in die filmpjes. En daar vind ik het leuk om te beginnen met een filmpje van de gebroeders Moreau. Een van de vliegpioniers van de wereld. En zij testen een manier om het evenwicht van een vliegtuig te verbeteren. Laten we eerst gaan kijken. Geschreven 2 jaar geleden. Er staan eigenlijk allemaal tips in waar je tegenaan loopt als je dan in een moeilijk land bent. En met moeilijke landen bedoel ik eigenlijk de rest van de wereld, behalve Europa en Amerika. Nou, in België misschien nog een twijfelgeval. Ik was dat boek aan het signeren, ergens in de Achterhoek. En er kwam een oudere heer naar me toe en ik vroeg aan hem, gaat u binnenkort op reis? En hij zei, nee, ik ga niet op reis. Sterker nog, ik ben nog nooit in mijn leven in Amsterdam geweest. Ik reis eigenlijk gewoon met mijn geest. Ik zit gewoon thuis op een stoel, dan lees ik een boek, zoals Universele Reisgids of wat dan ook. En dan reis ik met mijn hoofd. En daar was ik ook eigenlijk zo jaloers op, want reizen is ontzettend leuk, maar het is ook heel erg vermoeiend. Het is ook heel erg vervelend vaak. Het is ook heel erg saai. Dus... ik heb een verslaving aan reizen, maar ik was op dat moment was ik eigenlijk heel erg jaloers op die man die nog nooit in Amsterdam was geweest. Laten we gaan kijken naar Voyage à toute vapeur. Thank you.
interessants vond, is dat je eigenlijk helemaal niet ziet waar die boot bijvoorbeeld naartoe gaat. Dat lijkt mij persoonlijk het interessantst, wat er te zien valt en waar je aanlegt en de steden waar je komt. Ja, die boot had eigenlijk net zo goed gewoon in IJmuiden kunnen liggen, dat wordt gewoon niet helemaal duidelijk. Maar dan denk ik ook wel dat dat misschien wel de essentie is van reizen. Nu zeg ik een enorm cliché, maar dat moet ik gewoon één keer noemen, dat het echt niet gaat om de bestemming waar de reiziger heen. En dat heb ik zelf gehad voor het eerst toen ik 22 was. Toen begon een beetje mijn reiscarrière. Daar bedoel ik mee gewoon dat ik voor het eerst in een moeilijk land terecht kwam. Ik zou eigenlijk naar Italië gaan met een vriendin, maar het ging uit. Nou, dat gebeurt soms. Dus ik had geen vakantieplannen en ik bel een vriend en die zegt, laten we ergens heen gaan. En ik dacht, laten we naar Odessa gaan. Ik weet niet of jullie dat ooit hebben, maar gewoon de naam van een stad kan zo aantrekkelijk zijn dat je er gewoon naartoe wil. En dat had ik met Odessa. Ik wist helemaal niet waar het lag. Het bleek Oekraïne te zijn. Ik sprak ook nog helemaal geen Russisch of wat dan ook. En toen zijn we vanuit Hongarije vertrokken met de nachttrein naar Lwów of Lviv. Dat ligt in het westen van Oekraïne. Die plaatsnaam kan je twee namen geven, hangt ervan af wat je politieke oriëntatie is. Dus hou ik even in het midden. En ja, gelijk al zodra de trein vertrok uit Boedapest begon de reis en begon het avontuur. En het gebeurde al op de grens met Oekraïne, ik zal het nooit vergeten. De spoorbreedte is anders in de Sovjet-Unie, de voormalige Sovjet-Unie. Dat heeft ermee te maken dat het moeilijk is om soldaten de grens over te krijgen. Nou, een Nederlander met een Nederlandse mentaliteit, die zou denken van, iedereen stapt uit en stapt in een andere trein en dan rij je weer door. Nee, niks daarvan. In Rusland doen ze alles anders. Wat er gebeurde was, die wagon werd opgetild in een hal, wordt een heel ander onderstel ondergeplaatst en alles wordt gemonteerd en dan gaat de trein weer verder. Dat is een operatie van iets van 4,5 uur. En ik vroeg ook aan mijn medepassagiers, vinden jullie dat dan niet erg, want het kost zoveel tijd? En zij zeiden van, nee hoor, want we zitten toch gewoon gezellig in onze coupé. Ik had het veel erger gevonden om me uit te stappen. En dat romantische idee van reizen en dat je gerust, waarom maakt het eigenlijk uit dat je gewoon 4,5 uur langer onderweg bent, dat heb ik in Rusland een beetje leren waarderen. En dat is een beetje de sfeer die je ook hier voelt of in de komende filmpjes. Overigens rijden Russische treinen altijd op tijd. Dat is ook heel interessant. In de Sovjet-tijd werden ze afgerekend op punctualiteit. En die treinmanagers die gingen dan een dienstboekje maken met hele ruime aankomsttijden. Dus nog steeds, als je in Rusland de trein neemt, dan stopt die voor elke stad. Blijft die 1,5 uur in het weiland staan en rolt die precies op tijd naar binnen. Goed, het was mijn eerste reiservaring. Maar we gaan hier op beeld ook verder. We reizen verder naar Noord-Afrika. We gaan naar de Tuaregs. Ik stel voor dat we eerst even gaan kijken. Let vooral op de mysterieuze overval. Thank you.
In Bois de Boulogne bij Parijs. Dat is natuurlijk, voor de budgetfilmpjes was het natuurlijk wel wat beter te doen dan helemaal afreizen naar Mauritanië. Het is de bedoeling dat het volgende project is dat ik met een fotograaf ga doen. Wij leggen het nomadisch leven vast over de hele wereld. We zijn begonnen met het noordelijke halfrond en we schuiven nu wat op. Maar het is nu zo onrustig daar, tenminste niet in de Bois de Boulogne, maar in Mauritanië, waar de onder andere Tour heeft geleverd, dat we dat op de lange baan hebben geschoven. Ik heb eerder een reis met die fotograaf gemaakt naar het noorden van Rusland. En toen zaten we tussen de Nenets. En de Nenets, dat is een groep die nog traditioneel rendierhouder zijn. En opnieuw over beeldvorming. Het was voor mij een hele wijze les, die reis. Ik ging op reis met een fotograaf die heel documentair fotografeert. Hij heeft ook een voorliefde voor nomadisch leven. Een enigszins romantisch beeld had hij ook wel. En dit was de eerste keer dat hij naar Rusland kwam. En voor hem kwam het als een schok hoe die Nenets leefde. En ik merkte ook dat hij moeite had om te fotograferen. Want hij is zich wel bewust, in tegenstelling tot die jongens die net in beeld waren, hij is zich wel bewust van de beeldvorming die je veroorzaakt als je foto's maakt. Het was zo'n moeilijke reis omdat die Nenets, alcoholisme was een ontzettend groot probleem daar, corruptie ook. We kwamen daar met een tank, dat was ook de enige manier waarop je daar kon komen. Het is daar tundra, er is geen auto die daar kan rijden. Dus we reden daar in een tank over de tundra. De chauffeur was trouwens dronken. Maar dat maakt niet zoveel uit, want een tank rijdt overal overheen. Dus af en toe pakten we een boom mee, dat was helemaal niet erg. Maar bij aankomst bleek dat de chauffeur een onderhandse ruil had met de rendierhouders. Hij had een rendier geruild voor een doos met wodka. En de komende 3 dagen werd die doos opgedronken. En het was voor ons heel erg lastig om ons werk te doen. Ik kon eigenlijk niks uit die Nenets krijgen, want ze waren gewoon te dronken om te praten. En de fotograaf, hij kon wel zijn werk doen, maar hij vond het ontzettend lastig om dronken Eskimo's te fotograferen. Want hij vond dat ze dan een slecht imago zouden krijgen. Maar goed, op dag 3, toen zag ik ook aan, toen was hij er helemaal klaar mee. En toen is hij gewoon begonnen met zijn werk. Een foto die ik nog nooit zal vergeten is dat een van de Nenets een zoon achterop had op de slee om hem om het op de slee te halen, want hij was te dronken om nog zijn werk te doen. Die beeldvorming, daar ben je wel voortdurend bewust van als documentairemaker, maar tegelijkertijd neem ik het, als dat de werkelijkheid is, dan heb ik er ook geen moeite mee. En dat viel me eigenlijk ook op bij die collectie van de Smet, dat ik eigenlijk wat meer clichébeelden had verwacht van verre exotische oorden. En eigenlijk is het behoorlijk documentair gefilmd, realistisch, voor zover ik me voor kan stellen. En als voorbeeld heb ik een filmpje meegenomen uit India en Sri Lanka. Ik stel voor dat we eerst even gaan kijken naar En de Ede Ceylan.
een aflevering gemaakt helemaal in een Indiase vrachtwagen. Ik denk iedereen die een Indiase vrachtwagen een keer van binnen heeft gezien, die snapt dat wel. Het is een soort van ja, klein museumpje. Die chauffeur die woont daar, die heeft een klein altaartje. Soms dan haalt hij de stoel eruit en dan maakt hij er een keukentje van. Het is gewoon een soort van huiskamertje. En om dat veranderende India te laten zien, maakten we een rit van Mumbai naar Delhi met een en dezelfde vrachtwagenchauffeur. Zijn zoon was de bijrijder. En hij zag eruit als een jaar of 12, dus ik vroeg hem ook, heb je wel je rijbewijs? En waarop hij antwoordde, wat is een rijbewijs? Dus het was een spannend begin van de reis. En we reden daar weg, ik zal het nooit vergeten, een gloednieuwe zesbaansweg vanuit Mumbai richting Delhi. En op een gegeven moment staat er een tolpoortje. Dus ik denk, die vrachtwagen die gaat stoppen. Maar nee, hij geeft extra gas. En die slagboom, op het laatste moment trekt hij die slagboom omhoog. En ik zeg tegen de chauffeur, wat doe je nou? Zegt hij, ja, dat is een vals tolhokje. Alsof de normaalste zaak van de wereld is. Dus moet je voorstellen, 's ochtends is iemand met een hokje op de weg gaan staan. Met zijn slagboom. Ja, en altijd kijken of er een of andere sukkel verstopt en die dan geld geeft. Dat is een beetje mijn reiservaringen in India. Wat ik zo leuk vind aan het filmpje is, er is echt oog voor detail. En dat is voor mij ook wat zo belangrijk is aan reizen. Dat de meeste mensen die gaan op reis en die nemen zo'n reisgids mee waar allemaal mooie kerken in staan. Die willen ze dan ook gezien hebben. En ze lopen naar die kerk toe en dan kunnen ze die afvinken. En dan gaan ze weer naar een ander museum en dan kunnen ze dat ook weer afvinken. Terwijl er links en rechts allemaal interessante dingen gebeuren. En volgens mij gaat het bij reizen om juist omdat je van je pad afwijkt en iets anders geks ziet. En ik zat even na te denken over, ik ben al 5 jaar correspondent geweest voor Trouw. Zat ik even na te denken over de leukste verhalen die ik heb gemaakt. Daar ben ik gewoon tegenaan gelopen. En die hebben toevallig allebei ook iets met reizen te maken. Ten eerste stond ik ooit in de metro in Moskou. Het was een drukke ochtendspits. Stond ik in de metro met een straathond. Dat was best opvallend. Maar hij had ook echt een blik van zo'n forens die dan al denkt aan de vergadering die hem te wachten staat op kantoor. En hij heel gedecideerd loopt naar buiten en hij gaat zo linksaf. Dus ik zag aan hem dat hij wist waar hij heen ging. En toen heb ik een hoogleraar gevonden die onderzoek doet naar straathonden die de metro nemen. Ik geloof het niet. En hij zei dat is dus de intellectuele elite van de straathonden. En er bleek dus een hele beweging van straathonden in Moskou actief te zijn. Een stuk of 2000 honden. Die dus precies weten hoe de metro loopt, waar je moet overstappen, waar de markten zitten, hoe laat die sluiten. En de echt geavanceerde wonen ook buiten Moskou. Dus die nemen eerst een stoptrein, hè, frisse lucht, nemen de stoptrein en dan reizen ze verder. Dit is een verhaal waar ik gewoon tegenaan liep. Een ander verhaal, ook vanwege de metro, die hangen allemaal van die kleine briefjes met advertenties erop. En eentje was een jongen die verkocht fantasiereizen. Nou, ik was echt heel benieuwd wat dat was. Dus ik ging naar zijn kantoor toe en die jongen, dat geloof je niet, maar die handelt in reizen die je niet gemaakt hebt. Dus stel, je hebt een minnares en je wil met haar op vakantie, maar je wil je vrouw doen geloven dat je naar een congres bent. Dan ga je naar die jongen toe, die organiseert een nepreis. Maakt ook een nep boardingpas, zet een stempel in je paspoort. Hij traint je in het vertellen van ervaringen van een congres waar je nooit bent geweest. En hij photoshopt zelfs alle foto's. Ik twijfelde of het reisbureau eigenlijk nog wel bestond. Want ik begon aan alles te twijfelen. Toen heb ik een keertje, ben ik onaangekondigd daar langsgekomen. Heb ik wat gebruikte strippenkaarten meegenomen. Daar was hij ontzettend blij mee, want dan kon ik weer reizen naar Nederland mee verzinnen. Goed, ja. Ik wilde hier eigenlijk meenemen naar het andere uiterste. Wat we net zagen is heel documentair. Maar niet alle filmpjes waren zo. We gaan nu kijken naar filmpjes met ook kijkjes in Afrika. Specifieker dan dat wordt het niet. Dit is ook trouwens, als ik me goed herinner, ook in de Bois de Boulogne opgenomen.
Dit keer mag ik de verrassing wel verpesten. Met een olifanten in de hoofdrol. Laten we gaan kijken naar Kijkjes in Afrika. Met dieren is echt anders in het buitenland. En dat is ook iets waar we heel snel een oordeel over hebben. Een vriendin van mij is net terug uit China. Ze is kledingontwerpster en ze gaat dan vaak naar die fabrieken om te checken of alles wel in orde is. En ze was ergens in de provincie, was op een markt met een Nederlandse vriendin die was mee. En bij één plek in de markt verkopen ze kittens. Ja, om te eten. Oké, levende kittens. En die vriendin die raakt helemaal in paniek en die wil per se een van die kittens redden. En die gebaart naar die verkoopster van, ik wil een kitten kopen, maar nou, communicatiemisverstand. Dus die vrouw die pakt zo'n kitten, legt op hand hoofd eraf en gelijk in de frituur. Dat vond ik wel een triest verhaal, maar eigenlijk ook wel weer een mooi verhaal. Ik kom daar trouwens net, misschien nog één ding te binnen. Ik kom net terug uit Rusland, hebben we gefilmd. En we belanden, God weet waarom, maar we belanden op een bruiloft. En ik zie een kip rondrennen. Ik zie hem rondspringen op één been, op één poot. Dus ik vraag aan die boer van, hoe zit het met die kip? En hij zegt, ja, 2 weken geleden was ik soep aan het maken, maar hij miste nog net iets, die soep. Maar ik had geen zin om een kip te slachten. Nou, toen had het dominee-complex, zat het ook in mij en toen heb ik er wel wat van gezegd. Maar dat is volgens mij ook wel, ja, wat ik echt heb geleerd bij reizen is proberen in ieder geval niet te oordelen. We gaan weer op reis op het scherm. We reizen van Afrika naar Japan. Dit filmpje heb ik eigenlijk gekozen vanwege de, ja, nogal schizofrene montage.
filmpjes is de keuze wel weer, is de montage wel weer logisch, maar is de keuze ontzettend wonderlijk. En een van die filmpjes is gefilmd in Manuetu, een stad in Nieuw-Zeeland. Zo'n filmploeg reist dus de halve wereld af om in Nieuw-Zeeland te komen. In die tijd was het dus waarschijnlijk een paar maanden. Dan denk ik dat je als bezoeker wel, als toeschouwer, wel nieuwsgierig bent naar Nieuw-Zeeland of de Maori's of iets bijzonders. Niets is minder waar. Dit filmpje blinkt eigenlijk uit in de saaiheid van het onderwerp, maar dat maakt het voor mij ook wel heel erg leuk en fascinerend. Laten we eerst even gaan kijken naar Manuetu. Op het orgel spelen, hoop ik. Ja. Ja? Ik ben niet versterkt. Voor mij en waarschijnlijk voor allen een primeur, of voor velen een primeur. Een bioscooporgel, er zit van alles op. En we gaan het eruit toveren. Ik ben heel benieuwd. Is het voor het eerst dat je erop speelt? Ja, net 5 minuten voordat we hier binnenkwamen. Heel veel van de filmpjes die met reis te maken hebben, zijn gefilmd in de Alpen. Dus ik vond het wel aardig om er eentje te laten zien. Ik denk dat het ook gewoon praktisch was voor een filmmaker om toch een bijzonder beeld te filmen. Hoef je natuurlijk niet helemaal af te reizen naar Nieuw-Zeeland en vervolgens niet te doen. Maar in ieder geval naar de Alpen kan je ook gewoon afreizen en mooie beelden van de bergen filmen. En misschien voor het publiek was het ook wel haalbaarder. Dit was natuurlijk een plek waar je misschien over kon dromen om daadwerkelijk een keer te bezoeken. Thank you.
Amsterdam was geweest. Ik kan me voorstellen dat ook gewoon mensen nog nooit bij de zee waren geweest. Grappig genoeg is dat ook het enige waar ik eigenlijk heimwee naar heb gehaald in Moskou. Ik heb daar 5 jaar gewoond. Ik miste eigenlijk helemaal niks. Behalve de zee. Wat heel raar is, want zo vaak ga ik eigenlijk niet naar de zee hier. Terwijl het maar een half uurtje rijden is. Maar de dichtstbijzijnde zee in Moskou is 4000 kilometer verderop. Dus dat is een beetje een ander verhaal. En ja, pas toen ik daar woonde ben ik zo gaan waarderen hoe dicht we bij de zee zitten. En ja, ik begrijp nog steeds niet waarom mensen urenlang naar de branding kunnen kijken. Maar ik denk dat dat een beetje de kracht is van dit filmpje. Ik vind het ook een mooi eind van onze reis. Dus laten we gaan kijken naar rotsen en golven. Ik hoop dat u genoten heeft van deze reis om de wereld. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om te doen. En tenslotte wil ik nog een groot applaus voor deze geweldige muzikanten Thijs Elsinga en Oscar Jan Hofland. Dank u wel.